Deze week in de Winsport Resort podcast. En ik zie jou al lachen, want jij weet waar we het over gaan hebben. Ja, ik, ben, ik vind het altijd zo leuk om het hier over te hebben. <laughs> ja, en we, we hebben een tijdje terug een, een, met de redactie een lijstje gedaan met favoriete skigebieden. Uh, bij mij stond hij op nummer 1. En ik, ik verbaas me toch een beetje over dat hij bij jou. Nee, dat niet is op waar. Voor mij stond, stond hij niet op nummer 1, maar je weet ook welk gebied wel op nummer 1 stond, of niet? Uh, ja, dat weet ik. Uit uh, mijn hoofd ik de had ik het. Ik het Ah, dus ja, toch de hè? Uh, wel in de buurt. Ja, nee, dat klopt. Maar goed, we gaan ja, ja, het in niet uh, ja, he? over gaat, Ja, gaan ja. we. Ja, en ik krijg er altijd warm van. Als mensen aan mij vragen waar moet ik op vakantie? En dan vraag ik, nou, dan vraag ik natuurlijk allemaal dingen. Wat wil je? Wil je lekker Wil je eten? Wil je, wil je lange tochten maken? Of wil je juist appara skiën? Uh, nou, dan komen we vaak toch uit op uh, Valkedena. En waarom, daar, daar wil ik zo meteen even op terugkomen. Eerst even wat uh, statistiekjes, van Cardena. Um, laagste punt uh, op 1296 meter en het hoogste punt op 2518 meter. Uh, het skigebied zelf, 175 kilometer aan pieces, ja. maar... Ja, het uh, voelt echt veel, veel, veel groter. Ja, en dat heeft deels te maken omdat het natuurlijk aangesloten zit met de Saleronda... ...waardoor je eigenlijk ja. in meerdere skigebieden kan skiën. Je kan zo naar Alpedia en uh, ja. naar de Seize Alm en uh, ja... Maar goed, als je het uh, meerekent dat het onderdeel is van Dolomiti Superski, oh. um, dan kun je maar liefst 1217 kilometer skiën. Geen mensen hierdoor in, uh, in een vakantie gaan aftikken, maar, <laughs> maar het kan Dat is maar. echt heel veel. Ja, inderdaad. Ja. Dus. Nou, ik zou je uh, zeggen, wij hebben daar uh, dus een tijdje gezeten, een uh -huh. paar jaar geleden, tweeënhalve maand. En toen is het is ons ook niet gelukt, dus nee, nee, het gaat je gewoon niet lukken. Nee, want dat is inderdaad uh, hetgeen waarom ik... Uh, of waar ik nog op terug wilde komen. Ik denk dat dit gebied wel uh, jouw hart heeft gestolen. Omdat jullie eigenlijk ook letterlijk midden in. in ja, of. of nee, jullie zaten in uh, Wolkenstein het Selva, toch? Ja, we zaten ja. in Selva, inderdaad. Ja, we hebben. Dus een aantal jaar geleden zaten we ook echt in de gebieden om uh, de video's te maken. Dus dan zaten we bijvoorbeeld 2,5 maand in Selva. En dan. Uh, ja, dat was echt geweldig. Dan hadden we daar ook een huisje. En. Uh, we hebben daar onwijs veel leuke video's gemaakt van alle gebieden die daar omheen liggen. En als je dan een dagje vrij was of een ochtendje of wat dan ook, dan skieden we even de cellen rond. En dan uh, gingen we daarna weer aan het werk of uh, was ik dan weer aan het editen. En uh, ja, ik weet niet. Het is gewoon een hele mooie, magische omgeving. Met, ja, het is gewoon ontzettend leuk. Ja. Um, even uh, voor de context. Selva is een van de drie dorpen van Valkedena. Dat is Valkadena. heel goed. Ja, zeker. Ja, als je kijkt naar Gardena dan heb je eigenlijk drie dorpen. Je hebt Ortizai, dan heb je Santa Cristina en aan de achterkant ligt dan uh, Selva. En uh, vanuit Selva kan je dus ook echt gelijk starten met de cellenronde. Dat, ja, ja, ja. dat is ook wel het, het, het grootste dorp van alle drie uh, uit mijn hoofd. Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet dat Ochtse ook nog best wel uh, aan de grote kant is. Mm -hmm. Maar uh, het is wel een heel gezellig dorp. Ja. Want kun je iets van.? Want meestal praten we heel snel over het skigebied uh, aan zich. Ja. Uh, kun je iets vertellen over Selva? Want Selva is sowieso. Uh, los van, van onze ja. buikers die, die gaat gewoon naar Oostenrijk en Tirol vakantie ja. Dus. Een beetje hoenpapa, apres-ski erbij ja, en uh, ja. het is compleet. Maar ja, dat kan je daar dus ook wel zover. vinden. Hè? Je kan uh, daar ook echt prima apres-ski vinden met hoenpapa muziek. Dat is er ook gewoon. Um, maar ja, het staat Italië ook wel onbekend. Het is allemaal wat. Uh, allemaal wat ja, het voelt allemaal wat luxe aan. Dus je, je hebt ook. Het is allemaal met iets meer klasse. Dus je hebt mm -hmm. ook een aantal restaurantjes of barretjes waar ook gewoon een leuk een live bandje aan het spelen is. En iedereen staat lekker buiten in de zon met een hugo. Of, Noem maar op, het heeft allemaal iets met klassen en uh, dat spreekt mij heel erg aan. En Selva is ja, een onwijs leuk dorp. Je kan er alles vinden um, qua winkeltjes en noem maar op. En wat heel leuk is aan het dorp is dat ze hebben een soort van skipaden gemaakt... zodat je ook heel makkelijk naar je accommodatie kan skiën. Uh, wil je naar de lift, dan pak je daarvoor de bus. Uh, of je, als je geluk hebt, stap je zo de piste op. En wat ik heel erg leuk vind aan Selva is dat je uh, bepaalde stukken hebt... dat je echt door het dorp heen kan skiën. Mm -hmm. En dat je op een gegeven moment ook voor een stoplicht als skier moet wachten... om ja, de, ja, ja. Uh, de weg over te ik steken om naar de zijn, lift te gaan. Een soort van poortjes hebben die Juist. op een dicht gaan... dat ja, je niet zo de weg over ja. kan steken. Nee. Ook en daardoor is het ook heel veilig. Maar wat ik daar heel erg leuk aan vond... wat wij dan altijd deden, is dat we dan uh, die cellen ronde hadden geskied. En dan, dan loop je dus met je ski zo het dorp in... en dan stuit je echt gelijk tegen een bakkertje en Dan ging men altijd lekker broodjes halen... En dan um, een koffietje, natuurlijk, espresso. En natuurlijk, gewoon wij. Hup, ja. Weer de berg op. En dan gingen we daar lekker even lunchen. En wij kozen dan voor om een broodje te halen. Maar je kan natuurlijk ook geweldig eten daar in alle restaurants die daar op de berg te vinden zijn. Uh, maar dat is wel een beetje selva. Dat is echt um, ja, heel uniek. Ja, en, en ik, ik zat net even op de, wat, wat bereid uit te verzamelen over aan zich. En toen viel mij me eigenlijk wel meer op dat het gebied echt een paar unieke dingen heeft. Uh, natuurlijk sowieso... ja a locatie midden Dolomieten. ja wat gewoon absurd mooi. niet is. normaal. het is echt zo mooi. je hebt zulke mooie uitzicht. echt waanzinnig. Ja, ja, ja. ik weet nog dat wij vorig jaar er waren. en ik was ja ik was er niet aan gewend. Het blijft natuurlijk waanzinnig. maar jij liep daar rond je. nou ik heb je alleen maar, oh, dit is echt zo mooi je was zo onder de indruk ervan toch ja ja echt ja. Gewoon, na elke bocht dat ik echt zei van nou wordt het nog mooier en vond het ook, ook yeah. grappig we hebben uh, een uh, review op de site um, van Pim uh, Meelhuizen. en die zegt ook van ik heb het geluk gehad uh, een aantal grote uh, skigebieden geweest zijn de afgelopen 20 maar, uh, jaar maar dit, dit jaar wordt eerst uh, richting uh, Val Santa Santa Cristina geweest en woorden schieten eigenlijk tekort om dit ge uh, gebied te omschrijven. Ja. Van alles wat ik heb gezien, spant de Dolomite kop en schouder de kroon. Uh, natuur is werkelijk wonderschoon. En waar je, uh, waar je ook aan het afdalen bent, op elk moment schiet je zo een ansichtkaart. Nou, dat is ook echt ja. zo. Ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Kunnen ze want ik, ik weet echt dat dat. Ja, goed, we hadden best wel wat tijdstruk om, om een één dag het mm. hele ski gebied te filmen. Maar ik kon gewoon echt bijna. Niet anders dan naar uh, elke bocht gewoon even stoppen en te moeten filmen of te fotograferen. Foto's en, maken, en, uh, ja. Dat ik op de nieuws ook echt van, oh nee, je moet nu echt een opschieten. Maar het ja. was eigenlijk sowieso zo zonde omdat het zo'n absurd mooie ja. uh, omgeving is. En, en dan hebben we eigenlijk nog niet eens, in ieder geval tenminste uh, toen, toen wij er waren, hebben we niet de cellen onder gedaan. Dus echt alleen maar ja. Valgedijnen gedeeld. En daar ja. was ik al eigenlijk echt. Uh, van onder de indruk. Echt van onder de indruk. Ja, ja. En, uh, en je ziet natuurlijk wel vanaf Valgedijnen uh, het massief liggen. Ja. Dus we hebben er wel van kunnen genieten. Maar uh, ja. ja, het is uh, echt uh, heel erg mooi. Ja. En um, bij de start van, van een van de. Dat is niet een van de. gewoon de langste piece van Italië, ja. bij La Lonja. Um, sta je eigenlijk bovenaan het Ceseda En dat is uh, misschien in de winter. een beetje letterlijk een ondergesneeuwd iets. Maar in de zomer is het echt een van de highlights van. van nou, er zijn mensen ja. die daar omhoog lopen, um, daar zelfs slapen. Dat mag trouwens niet, maar dat nee. wel doen. Om dan uh, een goede instagram fotos te ja, maken. Ja, 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 het schijnt echt onwijs mooi en te trekken. zijn. We is... hebben het ook opgezocht, het ziet er ook echt waanzinnig uit. Ja, maar ja. het is echt een van de, ja. de Instagram-hotspots. In, uh, in, in Valcadena. Maar het is in de winter ook echt een hele mooie plek. Dus zeker de moeite waard om daar even goed om je heen te kijken. Ja, en dan, dan komt het daar van, van La Lonja. Dat is toch wel... Ja. Het is de langste afdaling van Italië, 10,5 kilometer yes. lang. Ja, ja. en um, het is een lange afdaling, maar ik vind het ook een hele leuke afdaling. Want uh, bovenin is hij wel wat uitdagender. Hè? Um, ja, dan is het natuurlijk een gewoon de... een, een soort van piste-piste. Ja, en inderdaad. En wat ik heel erg leuk vind is dat. <clears throat> het is allemaal met bochten. Dus ja, ik hou daar gewoon van. Want dan moet je gewoon constant anticiperen op de piste, bochten maken, heuveltje op, heuveltje af. Dan weer een stukje stijlen, dan weer vlakken. Ik vind dat echt super cool. En uh, je moet hem eens een keer helemaal van boven naar beneden in één keer doen. Nou, dan ben je ja, echt dat, dat helemaal me, kapot. Ja, ja dat uh, volgens mij als, ook een, als tweede piste van de dag. Volgens mij We echt gewoon... Gewoon, de Lijkt gelijk naar gepakt, Ja, klopt, een ja. Een verbindingspistetje en toen meteen echt waanzinnig. Die, uh, die piste gaan. En wat ja. ik heel leuk vind, is op een gegeven moment als je dan bijna beneden aankomt, dan kom je steeds meer uh, leuke restaurantjes tegen. Dat zijn mm. ook echt hele leuke restaurantjes om wat te, te eten of te drinken. En dan ski je op een gegeven moment langs zo'n rotswand waar de ijspegels aanhangen. Ja, dat is toch echt gaaf. Ja, het is wel een plaatje. Ja, het is echt een plaatje. Ja. Maar ja, dan moet je dan wel met, die, uh, met de gondel omhoog. Ja, dat is misschien ja De eerste de gondel is oké, okay, okay, maar dan die ja, tweede gondel, dat is zo'n bak. Bak, ja, inderdaad, en daar kunnen de wachtrijden wel eens uh, flink op lopen. Ja, het is niet dat je dat een paar keer per dag doet. Nee. Maar ja, ik zou hem niet uh, daardoor uh, laten liggen, want nee, het is ja. echt een aanrader om te skiën. Zeker weten. En dan nog zo'n uh, zo aanrader van de piste is. De nou... Salsloon. Ja. ja, zeker. Ja, uh, World Cup afdaling, hè. als het een wildcupafdaling is, dan is het al echt wel een uh, bekende afdaling en dan moet je daar geschiet hebben. Maar dit is ook echt wel een hele toffe afdaling. Uh, pittig ook. Ja, absoluut. Oh, absoluut een pittige afdaling. En uh, vanuit die afdaling kom je ook uit in Santa Cristina. Ja. ja. Nou, ik, ik vond het wel grappig, want, want we gingen die afdaling doen en volgens mij na de eerste 100 hoogtemeters stopten we al om, om bij een hut, <laughs> ja, uh, hut nog wat te rennen. Ja, dat is in... zo, ja. Ja, dat klopt. Ja. ja, dat is toch echt wel gewoon Italië. En ja, zeker ja. Gardena. Je hebt overal zulke goede hutjes. En normaal gesproken, als ik in Oostenrijk op vakantie zou gaan, dan ga je gewoon één keer lunchen. Maar dat... Ja, dat gaat daar gewoon niet. Want je hebt zoveel leuke hutjes waar je wat kan eten en waar je ook van uh, wilt genieten. Ja, ja, ja. Ik ben even de naam van die hut kwijt. Bij me... Oh ja, ja is dat is een beetje dezelfde naam. Ja, je kan ja. hem eigenlijk gewoon niet missen als je die, die afdaling nee, maakt. Nee, je ziet er letterlijk op af. Met een uh, echt ja. een heel fijn terras, lekker in het zonnetje, uh, weer met mooi uitzicht. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Um, maar dat is een van de hutten. En wat ik misschien wel een meer, meer bijzondere hut vind, dan weet je denk ik ook al waar ik het over heb. Ik denk dat je dan toch uitkomt op de hut ja ja. Ja, ja, ja. En dan, dan, in meerdere aspecten vind ik het best wel een unieke hut. Sowieso het aanbod dat er op de menukaarten bestaat, natuurlijk vis, wat niet heel erg doorgaans Normaal, is. Normaal in uh, de bergen. Ja. Ja. En het is verse vis, hè. het komt uh, uit Venetië. Het is, echt, ja. uh, nou, het is echt net gevangen. En het is heerlijk. Het ja. is heerlijk. Uh, de, de hut voelt ook gewoon on. Italiaans, of, of in ieder geval on-Alpzaam bijna, ja. alsof je in, in Griekenland ergens ja, een, een ja. strand zit te Ja, inderdaad. terras en binnen voelt dat inderdaad ja. ook zo. En uh. misschien wel, het is heel raar dat je hierover begint, maar de toiletten zijn, zijn ook een hele ervaring. <laughs> Ik weet zelfs dat, dat onze columnist Ruta zelfs ooit echt een, een volledige column aan heeft toegewaaid aan de toiletten in de, in de Ik commissie. snap het wel, ja. 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 Ze hebben allemaal van die, van die bijzondere dingen bij de toiletten waardoor je echt onder de indruk bent. Uh, maar ja, de kommetje, dan moet je gewoon zeker een keer heen. En we hebben het er heel vaak over. Elke keer als we eigenlijk naar uh, Valkadena gaan, dan komen we wel weer bij die hut. En uh, het is ook een hut waar ze heel trots op zijn. En dat mag ook echt, want uh, het is waanzinnig. Uh, je moet er ook gewoon een keertje heen. Het is een hele ervaring om daar een keer wat te eten, en wat te drinken. En uh, ja, ik weet ook dat ze in de avond uh, ook speciale avonden organiseren. Okay. Dus dan kan je dus uh, met de gondel kan je omhoog. En dan uh, kan je daar lekker eten in de avond. Het is echt heerlijk. Um, en dan is er een, uh, een leuk feestje op de berg. Dus dan hebben ze een, uh, een DJ of een bandje ingehuurd. En ze hangen er ook vaak een thema aan. Dus dan moet je in je ledenhoze of uh, Dendel de okay, naartoe. Yeah, yeah, yeah. En dan uh, ga je daarna met de snowcat weer naar beneden. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Het is echt een hele ervaring. En zeker als je dan naar buiten stapt en je ziet een mooie uh, sterrenhemel met uh, achter, op, de op de achtergrond het uh, cellenmassief. Ja, nou, dan uh, is het echt genieten. Yeah, yeah. Dus uh, dat is wel interessant om, uh, om uh, mee te nemen als je op vakantie gaat. Wat ook wel ja. interessant is: dan hoef je niet met Snowcanner abonnee, is als je het ochtendontbijt uh, bij de Dantre Chopjes Ja, met, inderdaad. Uh, ontbijt, ja, dat de Dantre Chopjes. Ik, ik vind dat een hele leuke naam om uit te spreken. Ja, ja. de Dantre Chopjes. Ja. Ja, um, ja, dan kan je met de gondel omhoog en dan pak je echt al op tijd de gondel. Niet precies de tijd, volgens mij is half zeven of zeven Daar uur. Toch, ja, ik heb het ooit een keer omhoog, gedaan, omhoog, inderdaad. Ja. En dan ga je naar boven en dan, ja, het is waanzinnig. Dan sta je daar uh, op de berg, de zon komt op. Ja, beter kan je het eigenlijk niet krijgen. En daarna ga je lekker ontbijten, waarbij de zon uh, uh, steeds hoger aan de hemel komt te staan. Het is echt fantastisch. En dan kan je daarna dus de eerste afdaling naar beneden pakken. Of je kan ervoor kiezen om met de uh, omlaag te gaan. Okay. Ja, dus dat is heel tof. Kijk, normaal gesproken mag dat natuurlijk niet op de piste. Maar dan mag dat wel, omdat... Uh, omdat er dan toch nog niemand is. Ja, en het is toch echt heerlijk om dan de eerste afdaling te pakken, want die sneeuw is dan lekker geprepareerd en supergoed. En uh, een hele ervaring, ja. Ja, moet je wel even trouwens voor de kijkers. Moet je wel van tevoren reserveren. En, uh... Ja, het is heel populair. Mensen ja, doen het Het is ook ja. niet geldig, dus moet je wel even regelen. Ja, halen. inderdaad. Je moet ook een andere liftpas uh, ervoor regelen. En ze hebben natuurlijk maar een aantal plekken in het restaurant. Dus uh, het is wel belangrijk dat je dit van tevoren even regelt. Ja. ja. Ja, Volcadena. Ja, ik, ik, ik denk dat wij uit, alleen al uit ons enthousiasme over door Ik denk praten. het ook. Ja, maar, zeker weten. Uh, ja, voor mij was het gewoon uh, eigenlijk een heel gevarieerd skigebied, wat eigenlijk alles biedt van uh, makkelijk tot uitdagend. Uh, je kan er super lange tochten maken, niet alleen cellenronden, maar ook gewoon eigenlijk... Uh, nou, je hebt gevarieerd... je ook de Volcadena-ronde, dus dan ja. kan je echt heel Volcadena zien. Uh, ja, je, er is zoveel mogelijk. Ja, het eten, drinken... Uh, la Lonja, wat gewoon een hele lange mooie... Uh, is ja, voor, voor mij was dit gewoon... Ja, gewoon het skigebied... wat, wat misschien wel echt alles te bieden heeft... Wat, wat ik in ieder geval zelf in een skigebied... Uh, zo. Kan ik me voorstellen. Maar, uh, ja, heb, heb jij nog een een, een... een eindconclusie waarvan jij zegt van... nou, dit, dit is voor mij Val Gardena? Het is gewoon heel anders wintersporten dan dat we normaal gesproken gewend zijn. En... Uh, en dat zijn de uitzichten, dat is het eten, maar dat is ook echt de sfeer. Um, en um, je hebt heel veel zondagdagen daar, dus het is echt... Ja, je hebt echt wel altijd geluk met het weer. Kijk, natuurlijk ja. kunnen er wat mindere dagen zijn. Maar je hoeft je niet druk te maken om de sneeuw, want die is waanzinnig. Ik weet niet hoe ze het doen in Italië, ja, maar de zeggen, Italië, pieces ja, het is liggen echt er echt altijd waanzinnig wel. bij. We hebben daar in een seizoen gezeten, toen is er gewoon geen neerslag geweest. Maar toch kan dan uh, de Celleronda geschied worden en... Uh, uh, dus daar hoef je je echt niet druk om te maken. En de Italianen doen dat ook niet, want die vinden het eigenlijk wel lekker dat de zon schijnt. Want dan kunnen ze weer ja, lekker op het terras uh, zitten en een hugo drinken. Ja. Uh, dus als je er nog niet bent geweest, dan is het zeker een aanrader.